Een heel goedemiddag allemaal. Van harte welkom hier in het gebouw van het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik denk dat dat ook een hele waardevolle les is. Hè? Want we zijn op dit moment enorm hard bezig met allerlei transities. Ik denk niet dat wij in een tijdsgevricht hebben geleefd dat we de milieuproblemen en de urgente problemen die ons nu raken, dat we die zo serieus willen aanpakken. Ik heb nog nooit gezien dat er zoveel miljarden werden vrijgemaakt voor allerlei ombouw van Nederland, aanleg van nieuwe energieinfrastructuren, duurzame energie, circulaire economie, noem het maar op. Maar het zijn ook veranderingen die nu in één keer heel dichtbij komen en die ons allemaal raken. En dan is wel de vraag, wat die mevrouw net ook zei met die bril, van overkomt het je, wordt het over je uitgestort, of heb je nog het gevoel dat je enige invloed daarop hebt. Nou, en ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is en ook belangrijk als je die grote transities wil laten slagen. Nou, het is een signalenrapport. Dat is de poging van het Planbureau voor de Leefomgeving om een signaal af te geven van mensen in Nederland, politiek, beleid. Dit is belangrijk. Hier moet je op letten, hier moet je wat mee doen. We hebben ook een signalerende kleur gekozen, dat het heel duidelijk is. We hebben er maar 30 gedrukt, omdat ja, we zijn toch ook een beetje van het milieu, hè? Dus, maar als jullie nou zeggen, we willen allemaal heel graag zo'n boekje, dan laat het hier in de afloop weten, dan drukken we nog een paar bij. Dus ik denk, hele mooie timing, heel belangrijk onderwerp. En ik ben ontzettend benieuwd wat we vandaag allemaal verder te horen krijgen. Ja. Ik ga kort iets vertellen over het signalenrapport. Kort omdat we eigenlijk gewoon ook niet al te lang hier willen gaan staan zenden. Het gaat ons juist om het gesprek. We willen juist daar ook ruimte voor houden. Dus ik ga echt even op hoofdlijnen door het rapport heen. Zodat we genoeg tijd houden voor de discussie met jullie en met het panel. Ons eerste belangrijke hoofdboodschap is dat betrokkenheid over meer gaat dan participatie. En we hebben dat willen benadrukken omdat ons opviel als we met beleidsmakers praten dat het heel snel vooral over participatie gaat. Participatie in de zin van meepraten op uitnodiging. En dan willen we niet zeggen dat dat niet belangrijk is, dat is hartstikke belangrijk. En nieuwe vormen zoals een burgerforum kunnen ook een hele mooie aanvulling zijn op de representatieve democratie. Maar er zijn veel meer manieren en ook momenten in de beleidscyclus waarop aandacht voor het burgerperspectief en voor de betrokkenheid van burgers ook nodig is. Ons andere belangrijke hoofdboodschap is dat de burger niet bestaat. Het is een beetje flauw en het is ook een open deur. Maar wat je ziet bij veel beleid is dat er toch van een vrij eenzijdig burgerbeeld wordt uitgegaan. De burger als zelfredzaam die het allemaal wel weet te regelen, of de burger die juist heel veel ondersteuning nodig heeft. Maar als er zo'n heel eenzijdig burgerbeeld is, zijn er ook veel burgers die zich daar niet in herkennen en die voelen zich dan vaak niet gezien en gehoord. Onze laatste hoofdboodschap is dat meer aandacht voor burgerbetrokkenheid niet per se betekent dat je de toekomstbestendigheid van de leefomgeving ook bij burgers neerlegt. Er werd al eerder gerefereerd naar het eerste signalenrapport, de energieke samenleving. En dat is door sommige mensen een beetje gelezen als, als er zoveel energie is in de samenleving, dan hoeven we als overheid wat minder te doen. Maar het zijn natuurlijk hele verschillende rollen die een overheid en die een burger speelt. Burgers en burgerinitiatieven kunnen heel veel dingen niet oppakken die een overheid wel kan oppakken. En overheden hebben een verantwoordelijkheid in het oppakken van systemische verandering. Als u zich afvraagt, wat is dat? Dat Nationaal Klimaatplatform, wie ben ik? In twee zinnen, u kent het klimaatakkoord, Ed Nijpels. Dat was belegd bij de Shell Economische Raad met tafels. Daar zat een uitvoeringsstructuur aan vast. Vorig jaar heeft het kabinet besloten om dat vanaf heden opnieuw anders te gaan doen. En een van de consequenties daarvan is het Nationaal Klimaatplatform. En dat gaat eigenlijk heel erg over het thema vanmiddag. Het kabinet wil en heeft mij ook gevraagd dit gezelschap op te gaan zetten, die machine aan de gang te krijgen, om veel dieper in de leefwereld van burgers en bedrijven terecht te komen, om te snappen hoe die klimaat- en energietransitie wel en ook vaak niet werkt. Dat is mijn opdracht. Dus daar ben ik de hele dag mee bezig. Ik heb bijna mijn eerste 100 dagen achter de rug. Binnenkort kom ik met een stukje naar buiten. Maar daar hoort u op een ander moment wel over. Eerst over dit rapport. Dankjewel, Jetske. En je collega-onderzoekers, want dit raakt in alle opzichten, denk ik, de kern van de transitie. Ik was destijds ook betrokken bij het klimaatakkoord als voorzitter van een van de vijf tafels. En je zag eigenlijk voortdurend hoezeer ook op dat moment politiek aan het schuiven was
Wat is nou eigenlijk de transitiefilosofie? Van wie is die klimaat- en energietransitie? Is het van de politiek? Moet die de leiding nemen? Is het van het maatschappelijk middenveld dat in grote getalen daar bij die klimaattafel zat, met ook heel veel kalkoenen die een kerstdiner voor zichzelf wensten aan te richten, grote bedrijven enzovoort? Of moet het iets van burgers zijn? Ik ben in al die jaren, en ik loop al een tijdje mee, zoals u kunt zien, diep ervan overtuigd dat we alles nodig hebben. Die klimaat- en energietransitie is een fenomenaal, letterlijk ongekende transitie. Dat hebben wij eigenlijk nog nooit bij de hand gehad. En we hebben alles nodig. Moedige politiek in Den Haag, daar heeft het 30 jaar aan ontbroken. Het begint ergens op te lijken. En elke keer, ook na de verkiezingen vorige week, moet weer blijken hoe moedig die politiek dan echt is. Superbelangrijk. Zonder straf, stevig, moedig, uitnodigend overheidsbeleid zijn we nergens. Maar we hebben ook sterke maatschappelijke spelers nodig. En dat begint bij Tata Steel en dat eindigt bij de regio-res in Limburg. Dat begint bij onderwijsinstellingen die beroepsprofessionals gaan opleiden, die snappen wat er in die transitie nodig is, tot en met maatschappelijke instellingen, of zeg de publieke netwerkbedrijven, die een enorme opgave te doen hebben, die komen ook in een heel nieuw speelveld. En de derde is de transitie van onderop. Daar ben ik een gepassioneerd voorstander van. En ik merk in de afgelopen 100 dagen hoe belangrijk dat eigenlijk is. En hoe vaak dat ook nog wel eens misgaat. Dat is niet per se de schuld van iemand, maar dat heeft allerlei systemische oorzaken. System says no. Dus een maatschappelijk initiatief van onderop past niet, wil niet, regels passen niet. We moeten daarin een nieuwe verhouding vinden. En mijn diepe overtuiging is dat we alle drie nodig hebben en dat de transitie alleen maar gaat slagen als die transitie van onderop en die transitie van bovenaf elkaar verstaan. Diversiteit van burgers. Ik zat vorig jaar te kijken en ik snap waar zo'n campagne vandaan komt. Zet de knop op 19 graden. Hoe denkt u dat dat valt in een wijk waar burgers in een G-label huurwoning van een corporatie zitten, waarbij 16 graden al een fenomenale luxe is? Dat. Hoe valt zo'n boodschap bij die burgers? Dit gaat zeker niet over mij. Dus als je die diversiteit van burgers, en dit gaat dan over communicatie, maar dat gaat evenzeer veel, veel belangrijker vraagstuk van lastenverdeling. Heel veel klimaatbeleid van de afgelopen jaren, zoals het uit het klimaatbeleid ook akkoord is voortgekomen, bevoordeelt een bepaalde groep, omdat je een bepaalde techniek, een ingang kiest. U kent alle voorbeelden van de koopwoningen, de Tesla's, de zonnepanelen. Ja, er zijn voortdurend groepen die daar nooit voor in aanmerking komen. Dat gaat je opbreken. Het is niet voor niks dat Europa de Just Transition centraal heeft gesteld. Groen en progressief horen bij elkaar. Ik ben benieuwd hoe je vanuit jouw rol als directeur van het Nationale Programma REST kijkt naar deze signalen. En misschien is er één signaal wat jou helemaal uit het hart gegrepen is. En dan hoor ik het graag. Nou, ik zei net tegen Jetske, ik was afgelopen dinsdag in Groningen om in gesprek te zijn over de ressen en heb toen heel bevlogen wat verteld vanuit de praktijk van wat ik tegenkom in die regio's rondom burgerbetrokkenheid. En het rapport is een soort van fijne bundeling, maar vooral ook een wetenschappelijk onderbouwd en gelegitimeerd verhaal wat ik in de praktijk tegenkom. De worsteling over willen, weten, kunnen, niet alleen bij inwoners, ons als burgers en ondernemers, maar ook bij ambtenaren, bij volksvertegenwoordigers, bij bestuurders. Die hebben diezelfde worstelingen. Dus ik zag dat er heel mooi in terug, want wij denken dat ze het weten en willen en kunnen. Nou, daar zit net zoveel ongemak in het werk als bij mij als inwoner van de gemeente Den Haag, waar ik ook tegen allerlei dingen aanloop. Dus dat vond ik er heel mooi in. En ik vond die rijkheid aan die cirkel, Jetske, en ook het nuanceren van het participatie als onderdeel van die burgerbetrokkenheid. En hoe je daarin veel meer kan doen. En dat het ook belangrijk is om dat transparant te doen en op een rechtvaardige manier te doen. Heel erg aansluiten bij de dagelijkse worstelingen in de praktijk. Mooi. Wij werken juist aan een duurzame, mooie leefomgeving. En dan met die beweging van onderop, dus die eerste inderdaad die energieke samenleving, burgerinitiatieven, kortom, nou ja, alles wat in dit mooie rapportje nu samengevat is. En wat wij ook doen is de signalen die we daar oppikken, die proberen wij ook weer te verankeren in het beleid. Dus die agenderen we, nou, we helpen mee met de beleidsontwikkeling en dan hopen we dat dat, nou ja, elkaar versterkt. Kun je één of twee lessen delen vanuit als wetenschapper, gedragsverandering, als hoogleraar? Hoe kijk je tegen die gedragsverandering aan en wat kunnen beleidsmakers daarin anders doen of bestuurders?
Ja, dat is een goede vraag en die is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Daar was ik al bang voor. Dat is de eerste niet zo eenvoudig te beantwoorden vraag in dit panel, maar niet heus. Is het nog relevant? Vanuit de gedragswetenschap is er sinds een jaar of 10, 15 is er heel erg veel aandacht voor hoe je gedragswetenschap kunt gebruiken om mensen te nudgen of te sturen of hoe je het ook wilt noemen. En er is, als je een beetje studeert op de literatuur, dan je kunt bepaald gedrag makkelijker maken, aantrekkelijker, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal waar. Er staan het stuk van het PBL staan daar goede aanzetten of goede voorbeelden toe. En als je verder zoekt, er zijn inmiddels behoorlijk wat mensen die hierin gespecialiseerd zijn. Moet je allemaal doen. Het is wel zo dat je ook vrij snel stuit op de grenzen van wat hier mogelijk is. Soms heel veel gedrag speelt zich niet af in een heel erg makkelijk te beïnvloeden context. Of het is wel sprake van een te beïnvloeden context, maar andere belangen. Je kunt 100 keer mensen nudgen om niet te gaan vliegen. Maar als je heel erg graag je familie wil bezoeken in Amerika, ik noem maar wat, dan ga je vliegen. Dus je komt toch ook vrij snel op het punt aan dat je met een... Als het je menens is met gedragsbeïnvloeden, dat je gewoon steviger zult moeten inzetten en toch meer naar de traditionele instrumenten zult moeten grijpen. Financiële prikkels of sommige dingen misschien zelfs verbieden. Uiteindelijk, als je het echt menens is, dan moet je misschien wel die vleestaks invoeren. En dan niet een dubbeltje, maar flink. Dan moet je vliegen ook een stuk duurder maken. En dan niet een tientje, maar echt flink. Dus wat je wel eens een keer ziet, is dat die hele idee van maak de goede keus gemakkelijker, maak het aantrekkelijker, dat het een soort van noodgreep is om maar te ontkomen aan de meer structurele ingrepen die eigenlijk boven de markt hangen. Maar hey, we hebben iets nieuws bedacht, gedragswetenschap. Het schijnt dat je daar alle problemen mee kunt oplossen. Ga dat eens even uitzoeken. Kunnen we het probleem weer een tijd voor ons uitschuiven? En naarmate ik langer met dit onderwerp bezig ben, ben ik eigenlijk wat dat betreft wel wat cynischer geworden. Want het was mijn rol om hier kritisch en cynisch te zijn. Ik ben heel tevreden. Ja. Ja. Dus ja, doe het vooral, maar pas... Trap niet in de valkuil dat je het ziet als een excuus of een uitweg om niet serieuzere, meer structurele en systemische vraagstukken aan te pakken. Er is hier nog een... Bij heel veel van dit soort trajecten is het best lastig om te zeggen wat is nou waar en wat is niet waar. Wat zijn feiten en wat zijn meningen? En wat heel mooi is van die beweging van onderop, waar we dagelijks mee werken, is mensen zijn super gedreven. Ja. Maar vaak ook wel super gedreven voor één onderwerp. En ik zit meer in de integrale benadering. Dus ja, wat gaan we nu helemaal doen met het landelijk gebied, waar energie een onderdeeltje van is. Wel een grote opgave, maar één van de opgaven. En dan heb je ook nog circulaire economie, je hebt de landbouwtransitie, je kunt ze allemaal uittekenen welke opgaven we daar allemaal hebben. Maar als je dus allemaal vanuit die eigen belang op jouw onderwerp, waar je met hart en ziel voor werkt en waar je ontzettend gedreven in bent, dus dat probeert te realiseren, verlies je die andere opgaven uit het oog. Ja. Dus je hebt ook nog nodig dat we met elkaar kijken van hoe ziet het hele plaatje eruit. Dus niet alleen het plaatje van de energietransitie, maar hoe ziet onze toekomst van ons landelijk gebied eruit, in ons stedelijk gebied, in onze leefomgeving. Ik zie een soort orkest vormen waar dan de overheid dirigent is. Misschien is het meer een jam-sessie. Jam-sessie, oké, dan kunnen we het nog aanpassen. Prima. Eigenlijk zijn er ook best wel veel burgers die juist heel erg gebaat zijn bij sterkere representatieve democratie. Tegelijkertijd proberen volksvertegenwoordigers natuurlijk het volk te vertegenwoordigen. Ik zie heel veel Kamerleden die heel graag heel goed willen luisteren naar burgers. Maar daar toch ook niet altijd in slagen. En ik vroeg me af, zien jullie ook een rol voor de Kamer specifiek als het gaat om dat aanmoedigen of dat stimuleren van betrokkenheid? Maar wat je wel ziet is dat die politieke functie die daarin waargemaakt moet worden, die is uitgehold. Dat is een proces van jaren. Ook als je vergelijkt naar het buitenland, hoe wij de politiek organiseren. Dat is allemaal heel schaal aan het worden. Dat worden mediamachines. En dat is ook wat het systeem van ze vraagt. Dan moet je ook niet gek staan te kijken. Ze worden namelijk afgerekend op zichtbare representativiteit. Dan krijg je zichtbaarheid. En dat heeft af en toe wat nare dingen. Dat is een systeem waar ook niet zoveel ruimte in zit. Ik zit zelf veel meer te kijken, wat kunnen we daar omheen organiseren? Hoe kunnen we die politieke functie eigenlijk maatschappelijk maken? Daar hebben we het volgens mij over. En moeten we het eigenlijk een beetje gaan helpen en een beetje mee gaan doen. En dat geldt voor iedereen hier. En dat geldt voor de planbureaus, dat geldt voor... Zo kijk ik ook een beetje naar mijn eigen taakje.
Omdat we daar misschien meer met z'n allen tegenaan moeten. Om die politieke functie, waar gaat deze samenleving over? De waardestrijd, goed geïnformeerd. Wat is de toekomst? Wat geven wij aan jongeren mee? Dat moet weer veel op een hoger plafond, een hoger niveau komen. Zodat we met z'n allen kunnen zeggen, zullen we het gesprek iets verder brengen dan de constatering dat we in een gaaf land leven. Het is essentieel dat je zo vroeg mogelijk burgers of burgergeluiden of burgerinbreng aan het begin van het beleidsproces hebt. Als je dat niet doet, en je komt er pas in de fase van de uitvoering mee aan, ja, dan is het gewoon te laat en dan kun je het net zo goed niet doen. In reactie op de vraag van de mevrouw van de Tweede Kamer, moeten we meer gaan luisteren? Ik soms denk ik wel eens, hou nou verdorie eens op met al dat geluister. Ga nou gewoon wat doen. Ik heb het idee dat de Kamer zich helemaal suf luistert naar burgers. Maar het probleem is gewoon dat sommige burgers iets anders willen dan jij zelf. Of dan jouw partij. Mijn ervaring met Tweede Kamerleden of met de politiek in het algemeen is dat als het gaat over de grote dossiers, dat mensen best wel weten wat er ongeveer leeft in het land, wat er ongeveer moet gebeuren. Maar doe nou eens een keer wat. En mijn ervaring is ook dat waarom wordt de BBB of worden protestpartijen zo groot? Voor een gedeelte omdat ze het gewoon niet eens zijn. Maar de laatste tijd volgens mij ook steeds meer omdat ze het gevoel hebben dat de politiek niks doet. En gewoon onmachtig is. Dus het zou mij een liefding waard zijn als we eens een keer nou niet stoppen met luisteren, maar wel er eens een keer een punt achter zetten van nou hebben we genoeg gehoord, nu gaan we wat doen. Christel, ik wil aan jou vragen vanuit de Ressen, of je daar ook aan verwachtingsmanagement doet als het gaat om betrokkenheid van niet alleen van burgers, maar ook van andere partijen, zodat het vertrouwen blijft. Is dat een issue waar je iets aan doet ook? Uiteindelijk doen de 30 regio's het, hè? Dus de gemeenten, de provincies en de waterschappen in de praktijk. Maar wij zijn met dit onderwerp echt wel al 3,5 jaar bezig. Helder maken aan de voorkant. En daar begon het eigenlijk al bij de eerste gesprekken met de mensen. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de duurzame opwek op land. Ja. Inwoners in ons land voelen zich daar totaal niet bij betrokken. Ondanks dat ze vertegenwoordigd zijn geweest door natuur- en milieufederaties of anderszins. Maar dat gat was zo groot. Hè? Dus de eerste gesprekken, ja, maar waarom moet dit dan? En kan het niet anders? Daar zijn alle gesprekken in die regio's mee begonnen. Maar die 35 stond niet meer ter discussie. Dus dat zeg maar, is eigenlijk achteraf niet een heel prettig onderdeel geweest van het restproces in die regio's. Dus daar heb je iets te doen. Hè? Waar kan nog over gesproken worden en waar kan niet meer over gesproken worden? En hoe neem je die input mee in de politieke besluitvorming? Dat heel duidelijk maken is heel belangrijk. En we hebben een platform, energieparticipatie.nl, waarin we de inzichten uit die regio's op dit punt ook zoveel mogelijk proberen te delen en te verspreiden. Want dat is ontzettend belangrijk. Tweede, inderdaad, wat ook al eerder genoemd is, blijf ook luisteren, ook als er eenmaal dingen besloten zijn, naar de zorgen en de signalen die mensen inbrengen. Ik ben daar echt groot voorstander van. Dus ik wil wel een pleidooi blijven doen voor het blijven luisteren. Omdat ik ook merk in de praktijk hoe mij dat helpt in wat ik doe. Ik zie Rob daar zitten. Een van de meest waardevolle bijeenkomsten waar ik ben geweest is bij de ALV van Rob zijn club. De Nederlandse Vereniging voor Omwonenden van Windturbines. Omdat je dan echt niet alleen maar hoort via Rob, maar van die mensen zelf en ervaart wat het is voor die mensen om in de buurt van de windmolen te wonen. Ik heb ook een betrokken burger aan mijn voordeur gehad als ambtenaar na een interview in de Telegraaf. Schrik je best even van. Maar het gesprek daarmee voeren over van wat mijn rol is en wat niet, zijn wel voor mij wezenlijke ervaringen geweest de afgelopen tijd. Kun je er altijd meteen iets mee de dag erna? Nee. Maar doe dat vooral. Dus ik zou zeggen, die conferentie voor Beleidskompas is leuk, maar ga alsjeblieft ook gewoon zelf de straat op. Ja. Maakt niet uit waar. En ga dat spannende gesprek maar gewoon aan. Dat is de meest waardevolle contact en ontmoeting, denk ik, voor het werk als ambtenaar elke dag. Ja, anders komt het gesprek wel naar je toe. Dus dat ook. Ook dat moet je niet schuwen, denk ik. Precies. Dus ik vroeg ChatGPT, noem 5 argumenten tegen burgerbetrokkenheid. En het antwoord zal je verbazen. Als AI-assistent ben ik ontworpen om neutraal te blijven en argumenten voor of tegen een bepaald onderwerp te geven op basis van beschikbare informatie. In het geval van burgerbetrokkenheid zijn er echter geen geldige argumenten tegen burgerbetrokkenheid. Omdat burgerbetrokkenheid een belangrijke pijler is van democratie en maatschappelijke betrokkenheid. Nou, het gaat nog even door en uiteindelijk zeggen ze, kortom, burgerbetrokkenheid is een cruciaal onderdeel van democratie en kan helpen bij het bevorderen van sociale cohesie en inclusie. Nou, ik zou bijna zeggen,
Voor de mensen die niet geloven, probeer het vooral zelf. Het is echt waar. Ik was helemaal verbaasd. Ik denk dat het heel optimistisch is om zo af te kunnen sluiten. En nog optimistischer is dat we het gesprek in welke taal dan ook kunnen voortzetten aan de borrel.